Als growth hacker ben je dus geen hacker. Op 1 april zijn wij begonnen als growth hacking team bij Mediamarkt. En waarom we met het growth hacking team zijn begonnen, is omdat we als Mediamarkt zijnde eigenlijk niet achter de feiten willen aanlopen, maar we willen echt gewoon de markttrend zetten. En daarom zijn wij hier als growth hacking team om op een snelle manier, op een innovatieve manier, met oplossingen te kunnen komen naar de markt toe. Het is een functie waarbij je in periodes van 100 dagen bepaalde challenges op gaat pakken. Zo'n challenge krijgen we van de board en die 100 dagen hebben wij verdeeld in 5 fases. De eerste fase is onze discover fase, waarin we echt heel breed gaan kijken naar alle verschillende mogelijkheden. Dus het kan ook uit een andere branche komen, het kan uit de Mediamarkt zelf komen, het kan overal vandaan komen, ons idee. En dat idee zullen we dan omzetten in een concept. Ja, het is best bijzonder inderdaad voor een Mediamarkt om een growth hacking team te hebben, omdat deze manier van werken vooral gehanteerd wordt door start-up bedrijven. Zoals een Airbnb, een Facebook, Uber. Zij zijn hiermee groot geworden. En wij als Mediamarkt zijnde, we zijn nu eenmaal een groot bedrijf, omnichannel, dus het is best complex. Maar het wil echt wel wat zeggen dat we toch op een heel snelle, innovatieve manier met oplossingen willen komen. Het eerste project dat we oppakken is Smart Home. Smart Home is nog een hele nieuwe categorie. De meeste categorieën waar wij als Mediamarkt in zitten zijn vervangingscategorieën. Maar omdat dit nog een hele nieuwe categorie is, kan je als bedrijf daar je positie echt nog in gaan claimen. Nou, wij willen gewoon dat wij de expert worden voor de consument op het gebied van Smart Home. En daar gaan wij met het Growth Hacking Team voor zorgen. We zijn nog op zoek naar een nieuwe collega. Dus mensen die dit nou echt te gek lijkt, solliciteer dan nu.